Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Maya, voor als je het nog niet wist. En dit, als je haar kan zien, is Mabel. En ik ben op deze puppy aan het passen. Maar ik wilde ook eigenlijk even een video maken. En dat is een hele opgave met deze hyperactiviteitbom. Maar ze is nu heel even een beetje rustig. Dus ik dacht, ik pak deze kans. Ik wil het vandaag hebben met jullie over hoe je vegan blijft. Want de afgelopen tijd, het zal je vast niet zijn ontgaan, zijn er echt een heleboel vegans die best wel aanwezig zijn in het medialandschap. Dus op YouTube en Instagram bijvoorbeeld. Die video's hebben gemaakt dat ze niet langer vegan zijn. Vanwege allerlei redenen. En ik wil niet per se daar een reactie op maken. Maar meer gewoon tips over hoe je de kans zo klein mogelijk maakt dat dat jou overkomt. Dat je op een gegeven moment de noodzaak ziet om weer dierlijke producten te gaan eten. Mijn nummer 1 tip is om niet te streng voor jezelf te zijn. Plantaardig eten is per definitie een restrictie in je dieet. En ik weet, voor heel veel dingen zijn vervangers, maar die kan je als omnivoor natuurlijk ook eten. En je ontzegt jezelf dus echt iets. En dat is niet per se een slecht iets. Je kan hartstikke lekker eten nog steeds. Maar ja, het is per definitie zo dat je dus dingen uit je dieet weglaat. En dan zou ik dus ook aanraden om daar niet te ver mee door te schieten. Gluten en soja zijn twee van die producten die best wel een slechte reputatie hebben bij sommige mensen. Terwijl dat helemaal nergens op slaat. Het zijn gewoon gezonde producten als je er niet allergisch voor bent. En de meeste mensen zijn er niet allergisch voor. Maar ook een grote is bijvoorbeeld high carb low fat te gaan eten. Of keto diet. Of natuurlijk mag je het uitproberen. Maar als je zoveel dingen gaat ontzeggen, is de kans groter dat je op een gegeven moment daar helemaal gek van wordt. Dus ik zou veel eerder gewoon echt een gebalanceerd dieet aanraden. Ik word een beetje gek van deze kleine hier, dus we gaan even ergens anders zitten. Dus dat gebalanceerde eetpatroon brengt me meteen naar mijn tweede tip. Naast tip nummer 1, niet nog extra dingen schrappen van je dieet die niet per se nodig zijn om te schrappen. Zorgen dat je de dingen eet die je wel moet eten. Zorg dat je een vitamine B12 supplement neemt. Zorg dat je in de winter een vitamine D supplement neemt. Zorg dat je ergens calcium vandaan haalt, zoals sojamelk of sojayoghurt. Zorg dat je omega 3 binnenkrijgt via lijnzaad of een supplement. Doe onderzoek naar wat je nodig hebt. En dit is eigenlijk een tip die niet alleen voor vegans geldt. Dit is een tip voor iedereen eigenlijk. De meeste mensen op dit moment eten gewoon niet optimaal. Inclusief ikzelf. En we kunnen allemaal iets verbeteren aan ons dieet. Maar het dingetje is, bij vegans, als er dan een keer een tekort wordt geconstateerd, dan wordt dat meteen op het plantaardige dieet afgeschoven. Alsof dat het probleem is. Maar het probleem is eigenlijk een onvolwaardig vegan dieet. Ja, je eet ook gewoon geen volwaardig plantaardig dieet als je geen B12 supplementeert. Dus dat is sowieso een goed idee om wat onderzoek naar te doen, zodat je niks tekort komt. Zodat je zeker weet dat je de kans zo klein mogelijk maakt dat je gezondheidsproblemen ontwikkelt. Mijn derde tip is... Hallo Mabel. Mijn derde tip is, probeer nieuwe producten uit. Zoals ik aan het begin zei, is een plantaardig dieet eentje per definitie van restrictie. Maar door een hele hoop nieuwe producten uit te proberen, kan je dat gevoel van dat je jezelf iets ontzegt natuurlijk voorkomen, of in elk geval een stuk minder maken. En dan heb ik het over producten die je nog nooit hebt gebruikt tijdens het koken die heel normaal zijn. Bijvoorbeeld linzen of andere peulvruchten. Veel mensen die vlees eten hebben nog nooit daarmee gekookt. Dat kan je proberen. Net als edelgistvlokken, tofu. Maar ook gewoon alle nieuwe producten die elke maand op de markt komen. Die speciaal voor vegans worden gemaakt eigenlijk. En het is in het afgelopen jaar echt als een sneltreinvaart gegaan. Elke maand komen er zoveel nieuwe producten. Probeer die gewoon een keer uit. Vleesvervangers, maar ook allemaal lekkere, ongezonde troep. Natuurlijk niet te veel van, anders krijg je problemen met tip 2. Maar er zijn allerlei verschillende soorten ijs. Er zijn allerlei verschillende soorten snoepjes. Kijk af en toe eens een keer op een Facebookpagina of een YouTube video met nieuwe vegan producten op een blog. En ga eens een keer naar de winkel om die te kopen en te proberen. Zodat je niet het gevoel hebt dat je nooit eens wat lekkers mag. Of dat je gewoon heel erg beperkt bent. Want dat ben je niet.
Dat is mijn derde tip. Probeer nieuwe producten uit. Mijn vierde tip is een wat abstractere tip. Namelijk, maak veganisme niet een heel groot deel van je leven. Als je minder de focus legt op het feit dat je veganist bent, wordt het meer gewoon een normaal iets waar je niet echt over nadenkt. Het is gewoon het nieuwe... De nieuwe manier van leven, maar niet iets heel bijzonders. En ik snap dat dat misschien aan het begin nogal lastig is. De eerste jaar van dat je vegan bent staat een beetje bekend omdat je heel erg gepassioneerd bent. En dat is hartstikke mooi, maar kan ook heel frustrerend zijn, heel veel emoties oproepen. Probeer dat ook een beetje los te laten. En ik ben nu bijna 5 jaar veganist, jeetje. En ik merk dat zelf heel erg, want in de afgelopen 2 jaar of zo ben ik er veel minder mee bezig. En op die manier creëer je meer ruimte in je leven voor andere dingen die je belangrijk vindt. Nou zeg ik niet dat je helemaal niet meer met veganisme bezig moet zijn. Als jij ook een activist bent, naar bijvoorbeeld Cubes of Truth gaat of de Save Movement stemt, dat is echt heel erg tof. En dat raad ik ook zeker aan, maar je hoeft niet zeg maar elke week daaraan mee te doen en niet... tegen iedereen met wie je omgaat het over veganisme te hebben. En dat is soms lastig, want er zijn vaak mensen die er heel veel vragen over hebben. En die mag je ook zeker antwoorden. Maar ja, laat het gewoon een beetje los. Maak het een deel van je leven, maar niet het centrum van je leven. Als je snapt wat ik bedoel. Deze beginnen mijn schoenen op te eten, dus ik laat het hier even bij. Ik kom straks terug met de 5e tip. Mijn 5e en laatste tip over hoe je vegan blijft, is om ethisch veganist te worden. Dus verdiep je, onderzoek wat zijn de ethische argumenten om veganist te zijn. En realiseer je dat er geen enkele manier is om op ethische wijze dierlijke producten te vergaren. Ik denk namelijk dat gezondheidsredenen het meest... verwerpelijk zijn als het aankomt op een plantaardig dieet. Maar tussen alle ethische argumenten valt echt geen spel tussen te krijgen. Als je dat echt weet, zou je veel minder snel geneigd zijn om terug te gaan naar het eten van dierlijke producten. Zelfs al merk je misschien wat gezondheidsproblemen. En dan ben je meer geneigd om die op een manier op te lossen die binnen de vegan lifestyle past. Dus om even een samenvatting te geven van alle tips die ik jullie heb gegeven. 1. Volg geen al te gekke diëten. Als ze te mooi klinken om waar te zijn, zijn ze dat waarschijnlijk ook. Deze diëten zijn nooit met wetenschappelijk onderzoek bewezen. Als dat wel zo zou zijn, zouden we allemaal al wel dat dieet volgen. 2. Zorg dat je een gebalanceerd dieet eet, waarbij je dus ook let dat je bepaalde dingen wel binnenkrijgt. 3. Probeer nieuwe producten uit. 4. Zorg dat het veganisme niet je hele leven overneemt. En 5. Zorg dat je ethisch veganist bent, omdat je weet dat het gebruiken van dieren wanneer dat niet nodig is, immoreel is. Heb je vragen? Laat ze hier beneden weten. Ben je al langer veganist en heb je nog een tip hoe beginnende veganisten veganist kunnen blijven? Laat het ook hier beneden weten. Als je het een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog alsjeblieft. Dat helpt mij heel erg. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan ook even via de rode abonneerknop. Die je vast wel weet te vinden. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Kom hier weer even kijken. Kom maar. Doe maar even laag. Hé, hey, niet bijten. Dat is niet lief. Hallo. Niet mijn schoenen opeten. Kom maar. I walk with you.